je wellicht nog te slapen. Het is vandaag een avontuurlijke dag voor hem. En daarom slaapt hij een beetje onrustig. Scuba duikt normaal met Nella, zijn instructrice. Maar vandaag is ze weg met Fred. Scuba zal dus met een andere instructeur gaan duiken. Maar het is niet daarom dat hij zenuwachtig is. Het is vandaag zijn eerste keer dat hij in zee gaat duiken. Papa van Scuba heeft al het duikmateriaal al ingeladen. Ademautomaat en jacket? Oké. Duikpak mee? Ja, daar achteraan een blauwe vat. Fles? Waar ligt de fles? Oh ja, daar beneden. Ook oké. Lot en gordel? Oké, alles is in de auto. Goed papa, jullie kunnen vertrekken. Papa start de auto en weg zijn ze. De straat uit. Het is een lange rit. Hé, papa rijdt Nederland binnen. Duikt Scuba in het buitenland? Even pech. De brug was gesloten. Maar het zal niet lang duren. Ze kunnen al verder. Op de duikplaats staan al veel duikers. Dit is blijkbaar een gekende plaats. Maar waar staan onze buddies? Ah daar, de auto met de duiker op. Scuba legt al zijn materiaal netjes bij elkaar. Direct daarna begint Brit, zijn buddy, met alles te monteren. Terwijl Scuba zijn pak aan doet, kijkt hij heel goed toe hoe Brit alles klaarmaakt. Als alles gemonteerd is, geeft Brit een kleine uitleg over de duikplaats. Duikers noemen dit de briefing. Nog een herhaling van de duiktekens. Oké. Heb je kou? Naar boven. Naar beneden. In het water doen ze een buddyline aan. En controleren ze elkaars materiaal. Nog snel een paar duiktekens en ze kunnen vertrekken. Brit, die de duik zal leiden, doet het teken dat ze gaan beginnen. Joepie! Nu kan Scuba zoeken naar diertjes. Leuk. Zoek je mee? Goed kijken, want dit is niet gemakkelijk. Brit heeft iets gevonden. Een anemoon. Dit diertje trekt zijn tentakels in als er iets tegen botst. Wat is dit? Een slang? Daar! Nog iets! Een krabbetje dat in een kuiltje bescherming zocht. Hij is immers niet alleen. Krabben vechten met elkaar en daar vallen soms gewonden bij. Niet alle dieren vallen direct op. Sommige vissen kunnen zich goed verstoppen. Zie je het? Dat is een raar beestje. Is het een garnaal? Straks eens vragen. Scuba ziet iets bewegen. Hij wijst Brit waar hij het gezien heeft. Een slak. Een bladijsje en een groot krab.
Ze zoeken verder en zien een heleboel dingen. Kleine en grote dieren. Opnieuw wijst Brit naar iets. Wat? Een zeeslang? Nee, een zeenaald. Leuk! Brit toont dat ze koud heeft en dat ze samen zullen stijgen. De eerste zeeduik is gedaan. Scuba geeft het teken dat hij het begrepen heeft en samen stijgen ze op. Ze doen hun vinnen in het water uit. Het stapt gemakkelijker. Na het duik alles netjes opruimen, de duik inschrijven, wat hebben ze allemaal gezien? Alles is ingeladen, de buddies zijn bedankt voor de leuke duik. Hop, terug naar huis. Het was een leuke, maar vermoeiende dag. Scuba zal nu wel snel slapen. Over wat zou hij dromen? Thank you.